Hoi, ik wil jullie vandaag wat meer vertellen over de leave-in conditioners van Milkshake. Milkshake is een heel fijn merk haarverzorgingsproducten, wat gebaseerd is op melkproteïne die je haar hydrateren en beschermen. Milkshake producten zijn in principe alleen verkrijgbaar bij kapsalons, maar sinds een jaar is er gelukkig ook een Nederlandse webshop die ze verkoopt. Dat is de webshop Veuf. Nou, Milkshake heeft drie verschillende leave-in conditioners. Een leave-in conditioner is, zoals het woord al zegt, een conditioner die je aanbrengt na het wassen, maar waar je een normale conditioner na één of enkele minuten uitspoelt, laat je een leave-in conditioner gewoon zitten. Je stelt je haar daarna en de conditioner kan gedurende de hele dag zijn werk doen. Dat is dan meteen een van de voordelen van een leave-in conditioner, dat hij langer zijn werk kan doen. Plus je hoeft niet te wachten tot het product voldoende is ingetrokken. Nou, de eerste leave-in conditioner heb ik jullie al eens laten zien. Dat is de Conditioning Whipped Cream. Dat is net een slagroom. Dit is een diep vochtregulerende conditioner. Hij verzacht niet alleen de buitenste schubben van het haar, maar hij dringt ook door tot in de middelste laag van het haar, waardoor hij een lange bescherming en vochtregulatie biedt. Nou, heeft een heel romige textuur. Het is echt net slagroom. Hij ruikt heerlijk zacht en zoet. De geur daar, daar zou ik wel verslaafd aan kunnen raken. Deze conditioner maakt je haar echt heel zacht en glad. Nou is dat in mijn geval, is het juist de bedoeling dat het een beetje gladder wordt. Maar mocht je nu echt je haar de lucht in willen zetten of je wilt op een andere manier wat extremer stylen, dan kan het zijn dat deze je haar te zacht maakt. En dan kun je misschien beter een van de andere twee conditioners pakken. Nou, de tweede is Incredible Milk. Die is geschikt voor alle haartypes. Hij maakt je haar ook zacht, maar minder zacht en glad dan de whipped cream. Nou, deze herstelt je haar. Hij voorkomt pluizig haar en gespleten haarpunten. Hij geeft je haar ook nog een beetje, of de styling van je haar ook nog een beetje houdbaarheid. Hij geeft je haar volume en glans. Hij beschermt tegen UV-stralen en hij zorgt er tevens voor dat de kleur van je haar niet verbleekt in de zon. Het grootste voordeel van deze vind ik dat hij ook bescherming biedt tegen de hitte van de stijltang en dat hij het gebruik van de stijltang wat makkelijker maakt. Ja, omdat ik iedere dag een stijltang gebruik, is dit eigenlijk wel op dit moment mijn favoriet. Hij is ook weer heel makkelijk aan te brengen. Eerst je haar wassen, dan met de handdoek afdrogen en dan breng je de conditioner aan. Je spuit een beetje op je hand en vervolgens masseer je dat gewoon in. Ook bij deze is het geen enkel probleem om stylingproducten daarna te gebruiken. De Incredible Milk bevat melkproteïne, veel verschillende fruitextracten en moeremoerenboter. En hij is dus heel beschermend en verzorgend voor je haar. Nou, de laatste leave-in conditioner is een leave-in conditioner spray. Deze beschermt ook weer je haar en hij herstelt de vochtbalans. Maar daarnaast verbetert hij ook direct, op het moment dat je hem hebt ingespreid en doorgekamd of ingemasseerd, verbetert hij direct de doorkambaarheid. Daardoor is hij bijvoorbeeld ook heel geschikt voor het haar van kinderen. Want ja, als dat gaat klitten, dan is dat natuurlijk niet leuk als je door wil gaan kammen. Dus gewoon een beetje in het haar sprayen en dan kun je direct met de borstel of kammer beter doorheen. Ook deze bevat melkproteïne. En daarnaast bevat hij ook honingextract en zonnebloemextract. En hij is dus ook weer heel verzorgend. Het grootste voordeel van deze vind ik dat op het moment dat je wat last hebt van een droge haarpunt. Ik heb dat zelf altijd hier. Dat dan in de loop van de dag dat het toch wat droger wordt. Of als je bijvoorbeeld krullen hebt en je hebt in een regenbui gelopen, dat je haar pluizig wordt. Dan kun je heel makkelijk gewoon even een beetje op de plaatsen sprayen waar het nodig is. Halverwege de dag. En dan is je haar direct weer mooi glad en glanzend. Nou, dit waren de drie leave-in conditioners van Milkshake. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is wat de verschillen tussen de diverse producten zijn. Mocht je toch nog vragen hebben, dan stel ze gerust. Dan zal ik of iemand van de webshop Veuf zal proberen er antwoord op te geven.
Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!